mensen, we komen een nieuwe video. Oh. Ik laat even allemaal alles. Zo. Waarom al lang geen video online komt. Ik ga proberen dit jaar eerlijk te zijn. Ik heb niet zo'n bedroefde periode achter de rug. En ik had een wens voor een camera. Dus dat komt ook nog. Maar soms krijg ik rare reacties onder mijn video. En leuke reacties. Maar toen van die nare reacties schrok ik heel erg. Dus toen wou ik geen video's maken. Dus heb ik de hele maand geen video's gemaakt. Voor mensen die het wel leuk vinden. Sorry daarvoor. Ik ga positieve video's maken deze keer. Het is een nieuwe jaar. Dus ik probeer positief te zijn. En positieve video's te maken. En leuke reacties te krijgen. En als ik dat weer niet krijg. Dan ga ik er misschien een video over maken. Je doet mij. Je moet respect hebben voor mij. Ik heb een beperking. En ik kan heel snel op mijn tintjes gedropt zijn. En van de meisjes onder ons, ik heb een trui met stippen aan. Dus laten we beginnen met de video. Moet wel even een beetje zicht hebben. Ten eerste, ik heb een cd van... Kus van Ariana Grande. Oh ja, ik heb ook een cd van Adele. En van Miley Cyrus. En van Selena Gomez. En natuurlijk een Powerful CD. En ik heb deze 5 luistercd's. De schrijver bedacht door Nieke Smit en voorgelezen door Pupels. En laat ik nu de perfum zien. De eerste is van Britney Spears. De tweede is van Christina Aguilera. Deze is van Katy Perry. Deze is ook van Katy Perry. Deze parfum is ook van Christina Aguilera. Deze is ook een parfum. Lekker parfum. Nog een klein parfum. En ik heb een trui met stippen aan. Ik heb deze. En deze. Waarom komt er geen video? Ja, een beetje eentjes. Ja, vorig jaar. En dan vond ik het lastig om video's te maken. Maar het is nieuw begin van het jaar. Dus daar ga ik wel nieuwe video's maken. En nog een klein parfummetje. Oh ja, ik laat even zien. Zomaar. En nog een klein parfummetje. En nog een. Nog even voor Beyoncé.
En deze van Britney Spears. En deze. En deze. En ik heb, dat was het. Ik heb ook nog wat van hem. Deze. Deze. En deze. En deze. En ik heb ook nog leuk nieuws. Mijn meest gaat van, ik had er wel eens voor. Voor de droomkamer. En die wil je proeven. En ik heb gezien voor X-Mark 2. Ja. Ik ga even zitten. Waarom komt er lang geen video? Ik krijg ook wel eens leuke reacties onder mijn video en minder leuke reacties. En dat noemt iemand haatcomments. En ik vind daarom maak ik juist geen filmpjes. Omdat ik dat niet leuk vond als ik steeds zulke reactie krijg. En daarom ga ik ook alweer geen video's maken. Want ik had ook een commentaar over mijn trui. Ik had een trui aan met rood en roze. En toen zei iemand, oh, wat een lelijke trui. Nou, dan laat ik je van mijn kleding zien hoor. Wacht maar af. Deze. Kijk, deze t-shirt is. Deze is met wit neonstippen. En deze is met groen met zwarte stippen. Ik heb nu een t-shirt met zwart met oranje strepen.